Hi guys. Oh, ik ben gisteren uit geweest. Hi guys. Welkom bij een nieuwe vlog. Oh mijn god, ik ben zo moe. De reden waarom mijn gezicht zo vettig is, ik kon net van uitgaan. Naar mijn gevoel klink ik echt, zeg maar, hoe moet ik dat ook? Het was echt fucking gezellig. Echt fucking gezellig. Wow. Ik ben me nu aan het klaarmaken voor de gym. Want ik ben echt heel vroeg wakker geworden. Ik werd wakker om 7:30. En toen heb ik echt een 30 minuten in bed gelegen. En toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon naar de gym. Want ja, ik ben toch nou al wakker, weet je wel. Dus. Oeh, ja. Dus ik ben nou even mijn gymkleren aan het aandoen. Als je me afvraagt wat ik aan het doen ben. Ik ga zo fietsen. Ik had me even klaargemaakt en zo. En nu ga ik zo fietsen. Oké. Oh, ik moet eerst even mijn sport-BH aan. Waar is mijn sport-BH? Dat is wat nu zo'n beetje gaande is. Ik draag ook sinds kort mijn waist trainer weer. Echt sinds 2 weken of zo. Vroeger droeg ik hem. Echt vroeger. Echt 4 jaar geleden of zo. En toen droeg ik hem. En toen dacht ik. Oh, mijn haar zit ertussen. My god, oké. En toen dacht ik van, ik ga het gewoon weer proberen. Dus vandaar. Ik vergeet elke keer hoe een bitch deze is om aan te doen, maar oké. Let's go, let's get it. En weet je wat ik van een waist trainer vind? Het is best wel gekkig. Omdat hij zeg maar. Hij gaat een soort van strakker zitten. Door de dag heen, weet je wel. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Het lijkt net of hij gewoon. Expres een beetje. Samentrekt en zo, weet je. Dus, ja. Oeh. Ik moet echt, eerst deed ik het heel goed dat ik dan echt meer in de lens ging kijken. En nu heb ik weer een periode dat ik dan naar boven kijk elke keer. En ik vind dat echt vervelend, omdat ja, als ik in de lens kijk is het toch wat persoonlijker en zo. Ik was gisteren voor het eerst in mijn leven echt een beetje goed aangeschoten, weet je. Ik drink bijna nooit als ik uitga. En als ik uitga ben ik misschien hooguit 2 drankjes, waarvan 1 altijd cola is en die ander misschien een pisang of zo. Dat is mijn favoriete drank. Maar gisteren toen, I don't know where it went wrong. Gisteren toen zaten we aan de shots en zo. En ik dacht, nou, why not? Maar ik weet niet of dat heel verstandig was. Om heel eerlijk te zijn. Ik zal jullie wel even laten zien hoe het eruit ziet als ik deze aan heb gedaan. Voor wie dat wil weten. Ja, maar genoeg neem ik mijn camera niet mee naar de sportschool. Omdat ik ben mijn slotje. Ik heb geen slotje dit keer. Dus ik kan jullie niet opbergen, weet je wel. Maar daarom zeg ik, voor wie mij volgt op Instagram, die ziet wel gewoon wat ik doe in de sportschool. Ik ga niet uitgebreid filmen, maar wel een beetje stukjes hier en daar, weet je. Kijk, het ziet er zo uit. Zie je? Dus mijn ding is onder. Mijn waist trainer. En dan heb ik mijn cincher overheen. Kijk, als jij voor het eerst een waist trainer gaat gebruiken, het is wel even wennen. En ik zou hem, voor het eerst zou ik hem zeker niet lang omhouden, weet je wel. Ik ken mensen die hebben hem echt een hele dag proberen te dragen in 1 keer. En die zijn bijna oud gegaan. Ik zou hem gewoon, weet ik veel, een half uur, uurtje. Dus, maar ik zou het ook alleen aanraden als je het echt nodig vindt, weet je. Of als je ook echt, ja. Ik zou het eigenlijk niet echt aanraden. Ik hou er niet van om zulke dingen aan te raden. Dus net als ik, stel je voor, ik zou ooit botox doen. Wat ik niet denk dat ik zou doen. Dat ik vind het altijd, ja, in mijn familie worden de mensen altijd heel mooi oud.
En ik vind het ook niet erg om ouder te worden. Ik zal wel zeuren van, oh my god, ik voel me oud, bla bla. Maar ja, that's life, weet je. Je wordt oud, tijd gaat nou eenmaal vooruit, niet achteruit. En, maar stel je voor, ik zou ooit botox gebruiken of zo. Ik zou dat niet aanraden of zo, weet je. Ik weet niet. Ik vind, je moet het gewoon zelf weten. Ik vind het niet erg als je het doet. Maar ik ga het niet aanraden, omdat dan raad ik je liever aan om gewoon healthy te eten, veel water te drinken en je huid gewoon soepel te houden, weet je wel. Ja, dus dat. Maar ik ga me even verder klaarmaken en dan zie ik jullie nadat ik van de gym kom. Want ik ga gewoon gelijk weg. Ik wil de meeste altijd zijn wanneer ze echt pas open zijn. Dus dan is het nog lekker rustig en dan kan ik gewoon al mijn apparaten af. En dan aan het eind, ik ga dit keer alleen mijn benen doen. En dan gewoon cardio, omdat ja, ik ben toch wel een beetje moe. Ik ben niet echt heel, heel moe. Maar ik, ja, een full body, arm, benen, billen, combinatie. Ik denk niet dat ik dat ga redden. Maar ik wil toch wel eventjes gewoon lekker mijn ding doen. En ik probeer altijd mijn benen te pakken. Omdat ik vind mijn benen ook echt het belangrijkste. En het is ook de grootste spier natuurlijk. Dus, yes. Bye. Ik zie jullie daarna. Doei. Oh. Hey guys. Ik ben terug van de gym. Ik ben echt net 1 minuut binnen. En ik ben gewoon kapot. Het is nog heel vroeg. Het is denk ik, wacht, ik pak even mijn telefoon. Oeh, ik val bijna om. Even kijken hoor. Naar mijn weten is het echt nog heel vroeg. Ja, het is pas 10:15. Dus ja, ik heb een uur gym gedaan. En zo, er waren 2 leuke jongens in de gym. Maar weet je wat het is? Ik heb echt een hele grote mond, weet je? Ik heb echt een hele grote mond. Oh kijk, mijn bril raakt gewoon beslagen. Ik heb echt een hele grote mond, maar ik ben zo shy als het komt op, like als ik alleen ben in de gym. Ik ben helemaal bezweet, ik hijg me dood en nu sta je me aan, weet je? Denk ik, the fuck? I'm so awkward, bitch. Ik heb altijd wel een heleboel lef met bepaalde dingen om bepaalde dingen te doen en zo. Maar als het komt op like versieren of weet toch, ik ben niet goed in die dingen. Tenzij ik echt denk van, tenzij ik in een mood ben, in een bepaalde gekke bui of zo, en ik denk echt gewoon damn, weet je, dan blijf ik gewoon terug staan. Daar niet van. Maar vandaag was niet de dag. Oh, ik ben echt kapot. Ik ga denk ik eerst eten en daarna pas douchen weer. Want ik heb echt honger. Ik ga even een beetje scrambled egg maken. Dan ga ik douchen en dan moet ik echt opruimen. Want mijn kamer is een thee. Sorry. Het is echt gewoon, het lijkt net of hier iets is ontploft. Het is gewoon kleding everywhere, everywhere. Dus ik ga, jezus, het is not the bell. Ik ga even alles opruimen en zo. En dan doe ik lekker muziekje aan. En dan ga ik later misschien een filmpje pakken. Ik weet het niet. Ik had niks gepland voor vandaag. Nou, ik dacht meer van, weet je, ik kom van uitgaan. Dus ik ga echt mijn roest uitslapen en zo. Ik had nooit verwacht dat ik echt al om 7:30 al klaarwakker, om 7:30, 7:30 al klaarwakker zou zijn. Dus ik had eigenlijk gewoon uitslapen en dan later zou ik nog een video filmen. En dat was mijn dag. Dus nu dat ik toch zo vroeg klaar ben en zo, ga ik denk ik gewoon eerst opruimen en zo. En zodra ik klaar ben met opruimen, ga ik denk ik een film pakken. Ik denk gewoon alleen of misschien met Denise. Want Denise vroeg al wat ik aan het doen was. Ik kijk eventjes hoe of wat. En wat andere mensen vroegen ook wat ik aan het doen was. Dus ik ga gewoon kijken wat iedereen doet. En wat me leuk lijkt, dat ga ik gewoon doen vandaag. Ja, ik neem jullie gewoon mee. Alleen als je wil natuurlijk, hè. Ja. Hey guys, dus ik ben helemaal gedoucht en klaar. Dit is mijn outfit. Ik heb een spijkerjasje is van de Primark, t-shirt Bershka. Broek, topshop, tas, monkey en schoenen Stradivarius. Ik doe deze lekker aan.
Het is super lekker weer buiten. Dus ik hoop dat ik het vanavond niet koud krijg als ik terugkom. Ik heb gewoon even snel mijn make-up gedaan. Helemaal niks boeiends. Mijn wenkbrauwen. En een beetje contour en highlight. Maar verder geen foundation of zo. En ja, let's go. Ik ga nu naar mijn tante gezellig. Ik ga daar eten en zo. Dus ik ga eerst even naar de Albert Heijn. Nog wat dingetjes halen. En dan ga ik richting die kant. En ik neem jullie gewoon mee. Ik weet niet hoeveel ik ga filmen. Ja, dat. Dus let's go. Hey guys. Dus ik sta nu op de trein te wachten. Hij komt over 3 minuten. Oh, het zonnetje is zo lekker. De reden waarom ik bijna nooit een zonnebril op heb, is omdat ik krijg het benauwd van zonnebrillen. Dus ik doe het echt alleen als het echt bij mijn outfit moet. Of als ik echt denk van, ja, dit maakt mijn outfit, weet je. Dan doe ik het wel aan. Maar anders liever niet gewoon, weet je. Dus ja. Mijn broek is gescheurd, maar ik hoop niet dat het verder scheurt. Nee, volgens mij scheurt het niet verder. Ik kwam er echt pas laat achter dat er een scheurtje in zit. Maar dat heb ik altijd met deze broeken van de Topshop. Die zwarte voor mij ook altijd. Voortaan ga ik ze gewoon beter nakijken, weet je. Maar ja, de trein komt. Yay. Let's go. Dus ik ben net in Delft aangekomen. Ik wacht nu op de tram naar mijn tante. En ik ga nog even langs de winkel, want ik zou langs de winkel gaan in Den Haag. Maar ik had geen tijd meer, want mijn trein kwam al. Dus ik denk, weet je, ik ga gewoon met de trein en dan doe ik het hier wel. Dus ja, oh, ik geniet zo van dit weer. Ik hoop dat het echt nog even zo blijft. En morgen wordt het ook lekker weer. Dus morgen zie ik Denise en dan gaan we gewoon ergens eten of zo. Ik zie het wel. En ja, ik vlog in het openbaar, jongens. Ik ben zo trots op mezelf. Maar ja, en mensen kijken hoor. Maar ja, boeiend. Laten we maar kijken, toch? Dus ja, de tram komt over 4 minuten, denk ik. 4 minuten. Dus, of 4, 5 minuten. Dus ja. Ik film straks nog wel even als ik in de winkel ben. Of ik laat wel even zien wat ik allemaal heb gehaald en zo. Dus ja. Och, ik ben moe. Hello everyone. Het is een nieuwe dag. Het is een nieuwe dag. Het is zondag. Volgens mij heb ik gisteren niet meer gevlogd toen ik thuis kwam. Het was super gezellig bij mijn tante. We hebben gegeten. We gingen Tori praten en zo. En ja. Ik was daar tot ongeveer 11 uur. En toen ben ik thuis gekomen. En toen viel ik al echt in slaap zodra ik ging zitten. Zodra ik zat op de bank. Dus toen heb ik me klaargemaakt voor bed en ben ik gewoon gaan slapen. Vandaag zie ik Queen Denise. We gaan gewoon even de stad in. Nou ja, niet echt de stad in. Misschien gaan we naar wat winkels, ik weet niet zeker. Maar we gaan eigenlijk gewoon even lunchen. En het is nu trouwens 17 over 2. We gaan even lunchen en we gaan naar de film. Ik denk dat we naar Dumbo gaan. We moeten even kijken of dat wel allemaal goed loopt. Want ik heb de tijd nog niet gekeken en zo. En ja, ik ga nu uit huis. En jullie weten de drill. We gaan naar beneden. We gaan weer de deur dicht doen. En we gaan van de trap af. Even snel wat ik aan heb. Als jas heb ik deze mustard fake leather jasje aan van de Primark. Doe ik gelijk even aan. Zo. Mijn haar. Oh, zit vast. Oeh. Ik moet hem echt nog een beetje uitdragen. Want hier bij de armen zit hij nog wel een beetje strak. Maar dit is de eerste keer dat ik hem aan heb trouwens. Dus. Ja. Kijk even in de spiegel. Ja, hij is wel leuk. Oké. Even mijn haar. Alright. En voor de rest heb ik een zwart crop topje aan van de H&M. Was deze van H&M? Ja, van H&M. Hij was echt 1,50 of zo in de sale. Ik heb mijn favoriete broek aan van de Primark. Sorry, jullie zien mijn weggooiszakje.
Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, broek van de Primark en sneakers Stradivarius met dat geel erin. Weet je wat? Dus dat is wel leuk bij dit leren jekje. En mijn fanny pack van de Primark. En ik heb natuurlijk jullie mee. Die ga ik gewoon over me heen aandoen. Want in mijn fanny pack passen jullie niet. En ja, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh. Heb ik alles? Sleutels, portemonnee. Telefoon is nog aan de oplader, dus die ga ik ook even pakken. En dan sleutels en dan kunnen we weg. Hey. Hey guys, dus we zijn in Laplace. Daar is Denise. Hallo, wat gaat Denise kopen? Ik zie kopen? Gewoon precies hetzelfde uit als op de vorige vlog. Ja, wat gaat Denise kopen? Volgens mij staan we echt dik in de... Niemand ziet het. Oh, wacht. Aan deze kant. Ja, nu kan ik het wel zien. Ik vind hem zo schattig. Hij is echt leuk. Hij is echt heel leuk. Mag ik wel doen? We kijken nu even bij de stationery. Omdat jullie weten, ik hou van stationery. Ze hebben wel hele leuke dingen. Wat is de unicorn? Walvis. Ja. Hij is wel heel leuk. De unicorn wolf is bling. We zijn nu bij mijn favoriete merk, Paper Chase. En die heeft wel echt altijd hele leuke dingen. De boobies. Ja, deze vind ik echt super schattig. Met alle de boobies. En butterflies. En stuff. Oh kijk, je kan een liefdesbrief meeschrijven. Oh, wat leuk, met de envelopjes en zo. Maar ja, ik ga niemand een liefdesbrief schrijven. Want we hebben ja, naar wie? Zoveel moeite doe ik ook weer niet. Hij lacht mijzelf. Oh, deze is schattig. Zullen we even bij de kaarten kijken? Achter. Ze hebben ook altijd hele leuke kaarten van dit merk. Ik weet niet naar wie ik nu nou nog een kaart zal sturen, maar... Hè? Nee, zelf. Echt hele leuke kaarten. Wij zijn trouwens in de Hudson Bay, dat had ik nog niet verteld, maar... Oh, deze is wel schattig. Birthday girl. Met de glitters. Die zijn best wel cool. Amazing. Hey. Oh, deze is ook leuk met die unicorn taart. Zo cute. Nou guys, we gaan eventjes afrekenen. En dan gaan we naar Dunkin' Donuts. Niet mijn idee dit keer, hè. Niet mijn idee. Het is al Denise, oké? Ik moet wel even een foto van mezelf maken, want dit ziet er wel... Hè? Wat hebben ze? Ze hebben hier ook shirtjes en zo. Ik wist helemaal niet dat ze al deze dingen hadden, totdat we het zagen in Amsterdam. Deze moet je kijken, hè? Deze vlog moet je kijken. Want alles komt erin. Denise's mooie danskunsten. Oh. Hi guys, we zitten nu dus lekker hier op een bankje.
En Denise is een mail geworden, zoals jullie kunnen horen. En ja, het weer is op zich best wel te doen. Nou ja, we zitten wel een beetje in de zon, dus dat helpt ook wel mee. Want in de schaduw is het best wel koud. En daar is de tram. We gaan naar de film, we gaan naar Dumbo. Had ik nog niet verteld. Dus ik laat jullie later wel weten hoe het was. Heeft Denise nog een boodschap voor de viewers? Nou, doei. Oh. Nou, ik zie nog wel een beetje wat. Wat is voor Philippe? Die zus van Philippe heeft gemaakt van Philippe de foto. Heb je een cadeau gekregen? Heb je een Philippe? Oh ja. Oh, wow, wow, jongens. We zijn van de film. En ik heb het echt fucking koud. Ik had niet dit jasje aan moeten doen. Nou, die heeft even een chickie gescoord. Die zei gewoon tegen zijn chick, ik kom je halen. Met hoe heet zo'n ding? Mijn scoopmobiel. Met mijn scoopmobiel. Heftig dit. Nou, tenminste, komt hij haar nog halen. Jezus. Ik wou nog inderdaad. Maar we lopen hier zo in de stad. We komen net van de film. De film was best wel leuk. Ik vond hem best wel leuk. Ik was het verhaal helemaal vergeten, Denise ook. Het is echt al jaren geleden dat we überhaupt dat verhaal gelezen hebben of gekeken of zo. Maar ja, ik vond het wel een leuke film. Heel mooi gemaakt, toch? Ja, ja, het is heel stervens koud hier. Het is echt koud en I'm fucking freezing. De tegels vriezen eraf. Ja, nee, echt alles vriest eraf. Oh mijn god, nou ja. We gaan nu naar het station en naar huis en dan spring ik gelijk in bed. Echt gelijk. Ik ook. Oh, wacht. Dus, ik ben weer thuis. De film was best wel geinig. Ik vond Dumbo echt heel schattig. En het verhaal was wel leuk. Weet je, het was gewoon heel schattig allemaal. En ja, het is niet echt een kinderfilm, want het is ook vanaf 12 jaar, dus ja, dus dat. Maar ja, ik vond het wel leuk. Het was gezellig, weer een gezellig dagje met Denise. En oh, ik ben moe zo, het was zo koud buiten. Dus wat ik nu ga doen is klaarmaken voor slapen, make-up weghalen, even een beetje opfrissen en zo. En dan ga ik slapen. Morgen weer werkdag. Morgen begint de week weer. Ja. Ach ja. Gotta do what we gotta do. Dus ja. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie jullie in de volgende vlog. Subscribe, subscribe, subscribe. Love you guys. Bye. Ik heb hem dus aan. Dit is hem. Hij zit gewoon net als die andere. Nee.